Hi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een make-up collectie van Make-up Revolution. En af en toe brengt Make-up Revolution een collectie uit waarvan ik gewoon heel erg enthousiast word. En ik zag deze collectie en ik wilde deze hebben. Het is namelijk de collectie van Grease. Ik heb een aantal producten uit deze collectie gekocht omdat ik hem gewoon super leuk vond. En in deze video ga ik de producten laten zien die ik heb gekocht. En gaan we ze samen uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik test dus niet heel vaak producten uit van Revolution. Want ik vind er is een beetje moeilijk aan te komen. Je kunt ze vaak alleen online bestellen. Sommige winkels die hebben wel echt een hele groot schap met producten hieruit. Maar dat is bij mij eigenlijk nooit zo. En die limited collecties vind ik dan nog wel eens leuk. En toen ik de collectie van Grease zag, toen dacht ik, oké, hier wil ik producten van hebben. Want als er één film is die ik wil bijna zeggen tot in de treurnis heb gezien, is het Grease. Die dance moves van John Travolta samen met Olivia Newton-John, dat was toch gewoon echt super leuk. Ondanks dat deze film is gemaakt ver voordat ik geboren werd. Ik heb hem ooit een keer met mijn moeder gezien en wel vaker. En ook toen ik gewoon alleen was of niet meer thuis woonde, heb ik de film echt al diverse keren weer gezien. Ik weet niet eens hoe vaak ik hem heb gezien, maar het is echt heel vaak. Ik heb dus een aantal producten gekocht. Ik zal de prijzen, als ik die nog kan terugvinden, eventjes erbij zetten. Ik heb gezien dat er online nog wel van deze producten te koop zijn. Dus ik heb het ook alleen maar online gekocht. Ik heb allereerst twee blushjes. En dat zijn deze. Ik heb hier allereerst deze. Dat is de hele donkerroze variant van Sandy. Het is een cream blush. Hij ziet er zo uit. Deze is dus lekker donkerroze. En deze is dus geïnspireerd op het karakter van Sandy. Ik vind het doosje er ook heel erg leuk uitzien. Echt een heel erg leuk blusje. Maar we hebben ook die van Rizzo. En die ziet er dan zo uit. Die heeft een iets andere voorkant met zonnebrilletjes. Wat ook heel erg bij dat karakter past, vind ik. En die is dan iets lichter roze. Die ziet er dan zo uit. Ik zal ze even swatchen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook deze film al hebben bekeken ooit. Vast wel. Of je moet er niet van houden natuurlijk. Dan zijn dit de swatches. Dit is die van Sandy en dit is die van Rizzo. Het swatch niet heel makkelijk moet ik zeggen. Er komt niet heel makkelijk product vanaf. Maar goed, dat is iets wat we moeten gaan bekijken met het testen natuurlijk. Want ja, een swatch zegt ook niet alles. Het volgende wat ik dan heb, dat is het highlight paletten. Het jammer is, ik heb het dus online besteld. Dus er zitten overal van die lelijke stickers op die je er dus niet afkrijgt. Omdat het dan alleen maar lelijker wordt. En hier staat op Hopelessly Devoted. En dat kunnen we natuurlijk kennen van dat liedje wat in die film zit. En het is een heel mooi paletten met vier kleurtjes aan highlight. Ik vind het ook zo leuk dat die producten er zo roze uitzien, zoals een doosje. Dit zijn ze dan. Hele mooie afbeeldingen zitten erin. Ik zal er eventjes de kleuren weer oppakken voor de swatch. En dan zijn dit de kleuren. Het moeten kleuren zijn die bij je passen. Het is misschien niet heel draagbaar, dat roze highlighter. Maar ik vond het wel heel erg leuk. En ja, ik vind het ook gewoon zo leuk allemaal eruit zien. Dus ik vind het echt daadwerkelijk fantastisch. Dan heb ik twee oogschaduwpalettes. Ik ga zelf het Pink Ladies paletten testen. Dus het zal een roze ooglook worden. Mocht je dat zat zijn, spoel het dan vooral eventjes door. Maar ik heb daar gewoon zin in. Ik heb dus allereerst deze. En deze is dus van de Pink Ladies. Ze komen in een doosje. En het leuke is ook, de vorm is ook echt het jasje van de Pink Ladies. Dus dat ziet er heel erg leuk uit. Dan klap je hem open. Dan staat hier nog in too pure to be pink. En dan zijn dit de kleuren die erin zitten. Ik zal er eventjes een paar opnemen voor de swatch. Ik pak er gewoon even drie, want ik wil ook nog even het andere paletten laten zien. Dit zijn dan de swatches van de Pink Ladies. Dus die zien er wel goed uit. Ik heb wel ervaring met oogschaduwpaletten hoor, van Revolution. Dus dat vind ik er leuk uitzien. Maar ze hadden ook het T-Birds palet. En die heb ik ook gekocht. Die is natuurlijk geïnspireerd op de mannen van Grease.
Dit is dan ook dat jasje, zeg maar, die zie je dan hier ook. En hier staat als tekst dan in, that's my name, don't wear it out. En die heeft dus wat donkerdere kleuren. Was misschien ook leuk geweest om te proberen, maar ik heb gewoon zin in roze vandaag. En die heeft dus dit soort pigmentatie. Dus die lichte kleuren vallen wel wat weg. Maar ja, het is omdat het een beetje een donker palet is. En ja, je moet dan zin hebben in een donkere ooglook. Als laatste heb ik dan 3 lipsticks. En die zitten ook in een doosje. We hebben hier allereerst Frenchie. Ook natuurlijk een van de populaire karakters van Chris. Dan hebben we hier Rizzo. En de laatste die we hebben, dat is Sandy. Ik zal ze er eventjes uithalen. Bovenop staat eigenlijk al een beetje de kleur zo. Want er staat een naam op met de kleur. Hele mooie roze huls. De huls doet me een beetje denken aan de hulzen van MAC. Kunnen jullie je daarin vinden? Er staat dan onderop staat de kleur vermeld. Dus dat is wel handig, want ik ga ervan uit dat al die dingetjes een beetje hetzelfde zijn, die hulsjes. De lipsticks zien er dan zo uit. Dit is een beetje een nude kleurtje. Dit is dan die van Sandy. Oh, er staat ook een kusje in. Oh, wat schattig. Dat vind ik echt heel leuk. Ik ga hem even swatchen. Dan pakken we die van Rizzo. Ik ben nog steeds zo lekker verkouden, jongens. Nou ja, zelfde huls dus wat ik had verwacht. Die is rood. Rizzo is rood. Oeh, ze zijn wel lekker smeuïg van mijn gevoel. En dan hebben we Frenchie. Ik vind het ook echt zo leuk dat ze in van die doosjes komen. En zelfde huls uiteraard. Een beetje overbodig. En die is meer roze-achtig. Kijk eens hoe leuk. Lekker. Ik heb ze eventjes geswatcht. Ze zien er dan zo uit. Dus ik vind het hele mooie lipsticks. Ik ga eventjes mijn kwastjes erbij pakken en dan gaan we de producten gewoon eventjes uitproberen. Haarbandjes in. Ik heb er even een spiegeltje bij gepakt, want er zit natuurlijk geen spiegeltje in de producten. Dat vind ik op zich wel jammer, want ik vind het altijd een fijne bijkomstigheid. Maar goed, die teksten in die paletten zijn ook wel heel erg leuk. Ik ga de blush van Rizzo gebruiken, die lichtroze. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop dat het een beetje mooi wordt, want zoals ik al zei, hij nam het zwartje niet heel erg lekker op. Ik doe het gewoon even met mijn vinger. Oh, ik hou nu heel erg de spiegel ervoor. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mijn haar hangt er ook een beetje voor. Dat is gewoon niet zo heel handig. Maar ik zie toch wel met een beetje opbouw dat het wel gaat. Ik probeer hem gewoon even goed uit te smeren. Ik heb het idee wel dat hij op de camera veel donkerder overkomt omdat hij in het echt is. Maar ik ga hem ook niet te veel aanzetten. Want anders dan krijg je weer zo'n roze... Ja, zo'n hele roze gloed. En dat is gewoon niet de bedoeling. Het is ook een beetje een lichtroze kleur. Ik ga uiteraard die andere zelf ook nog wel uitproberen. Maar er komen ook nog wel blogposts van online. Hebben jullie eigenlijk toen ook deze collectie gezien? En dacht je ook van ik vind het leuk om die te kopen? Of had je zoiets van nou dat is niet aan mij besteed? Dat kan natuurlijk ook. Want niet alles hoeft iedereen leuk te vinden. Maar ik vond hem gewoon echt super leuk. Nogmaals, ja, ik ben wel echt fan van Chris. Ik heb ook nog echt zo'n cd van Chris. Eigenlijk wel heel erg grappig, want ik heb helemaal geen cd-speler meer. Ja, ik vind hem eigenlijk zo wel mooi eruit zien. Ik hoop dat het op camera ook mooi overkomt. Maar dan, ja, dat zie ik dan zelf wel weer met editen. Maar ik vind hem er zo wel heel mooi uitzien. Gaan we door naar de highlight kleuren. En ik moet zeggen, het doosje gaat niet al te makkelijk open, maar... Ik ga voor deze, die een beetje oranjige. Die leek me wel heel erg mooi. Dus ik ga wat opnemen op de kwast. Ik kan ook voor die lichtroze kunnen kiezen, maar ik ga voor deze. Ik zie wel dat die opkomt. Het is meer gewoon een mooi glansje. Het is niet dat die echt van je gezicht zal afspatten, maar je ziet hem wel. Ga ik niet al te veel aanbrengen, want het kan dan soms weer zo, dan kan je weer zo'n glimworm van worden. Daar hou ik zelf niet zo heel erg van.
Zo, dan doen we natuurlijk nog wat op het puntje van mijn neus. Wel lastig hoor als je verkouden bent, want dan heb je het gevoel dat het helemaal snottert. En op het cupidaboogje boven mijn lippen. Dan vind ik hem er eigenlijk wel heel erg leuk uitzien. Ik heb niet het idee dat hij er heel erg van afkomt. Maar ik vind het ook niet heel verkeerd. Dan gaan we door met de ooglook. En daar zal ik jullie even wat meer voor inzoomen. Zodat jullie het ook goed kunnen zien. Zoals ik al aangaf, ik ga het Pink Ladies palet gebruiken. En ik ga eventjes kijken. Ik ga eerst met de paarse kleur werken in de arcadeboog. Hij heeft ook een naam gekregen, maar die kan ik niet lezen zonder bril, jongens. Dus excuseer, dat gaat hem niet worden voor mij. Die ga ik dus hier zo gewoon aanbrengen. En hij is gelijk lekker aanwezig. Het heeft een goede pigmentatie, daar hou ik van. Kopen jullie vaak producten van Revolution? Zoals ik al zei, ik heb wel bijvoorbeeld ook heel erg veel van die chocoladepaletten. Daar ben ik ook nog steeds echt super groot fan van. Maar ik vind het gewoon lastig omdat je ze niet zo makkelijk in de winkel kunt kopen. Ik zag toevallig laatst bij de Action hadden ze ook een Revolution palette. Dat is dan al een wat oude palette, maar ik had hem nog niet. Nou, dan koop ik hem ook echt wel. Maar ik vind het gewoon jammer dat je het merk niet zo makkelijk in de winkel kan kopen. En vooral afhankelijk ben om het online te doen. Nou is het op zich niet heel erg, maar het is soms wel eens jammer. Nou, dan ga ik daar overheen met de rode kleur. Rood, rood-oranje, bruinig. Ja, ik weet het niet zo goed wat ik ervan moet denken eigenlijk, eerlijk gezegd. Gewoon eventjes langs het randje voor net wat meer diepte. Zoals ik al zei, ja, het wordt weer een beetje een rozige ooglook, maar ja, ik vind dat zelf gewoon heel erg leuk. En daarom zeg ik er ook bij, als je dat gewoon niet leuk vindt, spoel het vooral door, want ja, ik hou gewoon van dit soort kleuren. Het zijn gewoon kleuren waar ik zelf heel erg van hou. Dus ja, ik denk dat dat ook belangrijk is en het maakt denk ik niet zo heel erg uit wat voor look ik ermee maak, want het gaat ook voornamelijk erom hoe de pigmentatie is en daar doe ik het ook voor om jullie te laten zien of het de moeite waard is om producten aan te schaffen. Ik ga dit even blenden met elkaar. Zo. Blend wel makkelijk, dat vind ik altijd wel fijn. Soms heb je ook oogschaduwkleuren die echt totaal niet met elkaar blenden. Nou, dat kan gewoon heel lastig zijn. Dit gaat eigenlijk vrij goed. Ik heb wel het gevoel dat ik hele vettige vingers heb van die blush. Ook al heb ik mijn vingers net wel schoongemaakt met een make-up doekje. Maar het is niet helemaal weg voor mijn gevoel. Nou, dan gaan we in de buitenste ooghoek gaan we met die roze kleur werken. En daar ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar. Ja, hij is wel lekker aanwezig. Het zijn pressed powder stond er achterop. Ik vind ook gewoon de producten hebben van die leuke verpakkingen. Zijn jullie daar gevoelig voor verpakkingen van collecties? Ik heb dat wel een beetje. Als een verpakking er heel mooi uitziet, dan ja, heb ik al zoiets van, oh, dat vind ik toch wel heel erg leuk. En ik ben natuurlijk dan ook wel geïnteresseerd uiteraard in het product, want je koopt het niet vanwege de verpakking. Maar ik merk wel dat ik daar wel gevoelig voor ben. Dit ga ik ook even blenden. Hij had niet heel veel nodig, want hij nam eigenlijk al vrij snel goed op en dat is heel erg fijn. Ik ga hem niet al te veel blenden, want ik ben anders wel bang dat de kleur heel erg wegvalt. Maar het valt nog mee. Je maakt hem alleen wat zachter. Ja, ik vind hem wel weer heel erg leuk. Maar er zullen mensen zijn die dit weer vervelend vinden, omdat ik weer zo'n kleur gebruik. Dan gaan we op het bewegende ooglid met de gouden kleur aan de gang. Deze, die heeft een glittertje en dat vind ik leuk.
dat er dus ook matte, maar ook schuime kleuren in zitten. Die mag wel iets meer opgenomen worden, want die valt een beetje weg. Oh nee, je begint hem te zien, maar hij heeft gewoon iets opbouw nodig. Ja, heel leuk. Raar, op mijn linkeroog gaat hij dan, pakt hij sneller op. Ik weet niet wat dat is. Soms heb je dat, hè. Dan gaat één oog, die gaat veel beter dan het andere oog. Dat is soms heel raar. En natuurlijk, zoals altijd, zoals het gaat, als ik een video opneem, moet er weer een kat op de kattenbak. Ik heb soms het idee dat ze mij pesten met het opnemen van video's. Ja, ik vind het er leuk uitzien. Nou, dan gaan we eventjes nog een beetje highlights toevoegen. En dan ga ik even kijken hoor. Dit kleurtje voor gebruik ik gewoon, de lichte. Om hem eventjes een beetje op te lichten. Het is gewoon eigenlijk meer een wit kleurtje. Het is niet per definitie een highlight kleurtje. Maar gewoon even dat hij hem eventjes net iets strakker trekt. En dat vind ik altijd wel heel fijn. Ik doe het altijd eventjes onder mijn wenkbrauw en in de binnenkant van mijn ooghoek. Zodat hij een beetje opgenomen wordt. En hem dus een beetje recht trekt voor mijn gevoel. Zo. Nou, dan zal ik hem eventjes afmaken met mijn oogpotlood, mijn mascara en eventjes mijn eyeliner. En dan kom ik bij jullie terug om hem te laten zien. En dan ziet hij er zo uit als hij helemaal af is. Ik vind hem in ieder geval er heel erg leuk uitzien en ik ben er heel erg blij mee. Dus ik denk dat dat ook het belangrijkste is, dat ik er zelf heel erg blij van word. Dan gaan we door naar de lipstick. Maar omdat ik al een wat rozig ooglook heb gekozen, ga ik voor de Sandy, de nude kleur een beetje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dus die gaan we nu aanbrengen. Ah, brengt wel lekker aan. Ja, mooi. Hij is een beetje mat. Vind ik zelf altijd wel heel erg mooi. Dus ik vind hem wel heel erg mooi. Ik zal eventjes mijn haar doen en dan kom ik bij jullie terug om de producten even na te bespreken. Oké, mijn eindconclusie van de producten. Ik begin even bij de blushes. Ik heb alleen die van Sandy nog niet geprobeerd, dus daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar die van Rizzo vind ik uiteindelijk wel mooi. Hij heeft een beetje opbouw nodig. Het is niet dat je echt een heel explode aan blush krijgt. Maar hij is uiteindelijk wel heel mooi en gewoon wat natuurlijk. Wat ik er wel heel mooi uit vind zien. Alleen het aanbrengen is gewoon een beetje lastig omdat de structuur wat stroef is. Maar ik vind hem wel heel erg mooi uiteindelijk. Het highlight paletten, ja, de kleur vind ik zelf wel heel leuk. Ik zie hem mooi glanzen. Het is niet dat hij echt van mijn gezicht afspat, dat niet. Maar ik vind hem uiteindelijk toch wel heel erg mooi. En ja, het moeten wel kleuren zijn die bij je passen. Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen dit een draagbare kleurenpalet vindt. Maar dat is gewoon heel persoonlijk. Ik vind hem uiteindelijk wel heel mooi. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de andere kleuren, hoe die eruit zullen zien. Nou, het oogschaduwpaletten vind ik gewoon eigenlijk super leuk. Mooie pigmentatie, de kleuren blenden goed met elkaar. Het is misschien niet, qua kleuren misschien niet heel luxe, omdat het misschien kleuren zijn die je wel vaker ziet. Maar ik vind het uiteindelijk toch wel echt een heel erg leuk paletje. Dus ik ben er wel heel blij mee. De lipsticks, ik heb er nu natuurlijk pas eentje geprobeerd. Ik vind die er gewoon al heel mooi uitzien. De andere kleuren spreken me ook aan. Ik vind dat hij mooi mat opdroogt. Hij brengt ook fijn aan. Ondanks dat hij mat opdroogt, voelt hij niet droog aan. Dus ik voel echt gewoon wel gewoon dat hij niet helemaal indroogt, maar je hebt wel die matte finish. Ik weet natuurlijk niet of die heel lang zal blijven zitten, maar ja, dat zal ik gewoon zelf moeten gaan proberen. Maar ik vind het in ieder geval wel hele leuke lipsticks qua kleuren en die van Sandy zit er gewoon echt mooi op, vind ik. Ik heb natuurlijk dan nog dit paletten, maar die heb ik zelf ook nog niet geprobeerd, maar ik ga ervan uit dat die eigenlijk ook gewoon goed zal zijn. Als ik het Pink Ladies paletten zie, die is goed. Dus ik ga ervan uit dat die van de T-Birds ook goed zal zijn. Nou, dan was dit mijn look met de producten uit de Gris collectie.
ja, ik ben eigenlijk benieuwd of het producten zijn die jullie zouden kopen. Of dat het producten zijn waarvan je denkt, nou, die zou ik gewoon lekker laten liggen. Dat kan natuurlijk ook. Niet iedereen heeft dezelfde smaak. Maar ja, omdat Greece voor mij zo'n tijdloos iets is. En gewoon iets is wat ik nog graag kijk. Vond ik het gewoon heel erg leuk om deze collectie te kopen en te proberen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!